Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is iets over 7 of het is net 7 uur zoiets. En ik loop alweer buiten met Angel. Het is eindelijk weer een beetje een mooie dag. De afgelopen 2 dagen was het wat slechter. Maar ik zie dat het zonnetje weer lekker schijnt. Dus dat is mooi meegenomen. Dus lekker wakker worden ook. En ja, ik moet nog een hele ronde lopen, maar ik heb eigenlijk nu al honger. Daar heb ik gewoon maar even pech gehad. Dan eet ik zo wel als ik thuis kom. En ja, vandaag moet ik nog even allerlei dingen regelen die nog niet goed zijn. Want ik had zeg maar voor woensdag mijn chemoafspraak staan om 8:15. Toen is die vorige week verzet naar 2:30, omdat er een andere patiënt tussendoor kwam die ook een bed nodig heeft. En toen kreeg ik vrijdag in één keer weer een brief binnen dat mijn afspraak toch weer op 7:15 staat. Dus ik moet even na gaan vragen hoe laat dat nou is en dan moet ik mijn andere afspraken daarop laten aansluiten. En ja, verder wil ik eigenlijk nog eventjes mijn vlog van afgelopen week bewerken. Volgens mij eerste weekvlog die online komt. Dus ik ben heel benieuwd hoe die uit gaat pakken. Of die goed gaat uitpakken, laat ik het zo zeggen. En ja, verder ben ik bezig met een challenge. Een vriend van mij die had mij van de week al uitgedaagd om 50.000 stappen te zetten. Nou, die challenge heb ik van hem gewonnen. En dat kon hij schijnbaar niet hebben. Dus hij heeft een nieuwe challenge gemaakt. Dit keer 70.000 stappen. Alleen het punt is, ik krijg woensdag best wel een zware kuur. Dus vanaf woensdag kan ik een paar dagen niet echt extreem veel wandelen. En dat is wel jammer. Dus vandaar dat ik vandaag en morgen maar extra veel moet lopen. En hij was zo gemeen dat toen ik gisteren thuis kwam, is hij dus schijnbaar nog gaan wandelen. En hun kwamen echt om 11:30 thuis, zeg maar, vriendin tegen mij. Ja, we zijn nog even wezen wandelen. Echt lekker stuk. En ik ga kijken. En ik zie gewoon dat hij 12.000 stappen heeft gezet of zo. Echt belachelijk veel. Dus dat moet ik vandaag nog even zien in te halen natuurlijk. Want ik wil niet weer verliezen. Ik wil gewoon dit keer nog een keer van hem winnen. Maar ja, we zien wel of dat lukken gaat. En ja, dat is iets waar ik nu mee bezig ben. Ik vind dat zo lekker om even met de hond te wandelen. En van de week had ik haar loslopen. Maar het viel me op dat er nu veel hondjes of tenminste veel hondjes uitgelaten worden zo vroeg. En dat is prima. Maar ze is wel vriendelijker naar andere honden als ik haar los heb lopen. Maar als ik haar vast heb, dan wil ze nog wel eens gaan gommen en blaffen en irritant doen. Echt zo'n asociaal hondje. Maar als ze losloopt, doet ze dat niet. Dan gaat ze wel spelen, maar dan luistert ze op een gegeven moment niet meer naar mij. En dan, als die hond dan iets doet wat zij niet leuk vindt, dan gaat ze alsnog weer grommen. En dan, ja, ik krijg haar dan gewoon niet meer mee, zou ik maar zeggen. Dus dan kan ik een uur staan wachten tot ze uitgespeeld is. Dus vandaar dat ik haar toch nog maar even aan de riem hou. En dat is ook wel zo makkelijk, want ja, weet je, elke keer moet ik stoppen bij de weg om haar weer vast te maken. En dan moet ik haar in het park weer een stukje loslaten en dan weer vastmaken. En dit is trouwens waar ik loop. Ik ben net over dit schattige bruggetje heen gegaan. En loop ik dit hele pad af. En helemaal achterin, dit is zeg maar de tweede brug en er zit er nog een brug. Daar loop ik overheen, dan loop ik een stuk door de wijk. Dan loop ik naar Velp toe. En via Velp, via het park, loop ik weer terug naar huis. Dus dat is nog wel even lopen. Daar doe ik met hond ongeveer een uurtje over. Nou ja, 3 kwartier tot een uur ligt eraan hoe snel zij is met haar behoeftes doen. En ja, het is een goede manier om wakker te worden zo. Angel heeft weer een stok gevonden waar ze lekker mee kan spelen. En dan wil ze altijd gaan zitten eten onderweg. Angie, kom. Neem mee. Pak. Pak. Kom. Hou vast. Pak hem. Hou vast, hè. Goed zo. En zo sprokkelt ze weer speeltjes bij elkaar. Nou, oké, jongens. Ik heb een van mijn dromen waargemaakt. En het is zo cute. Ik zal even de camera opdraaien, zodat jullie kunnen zien wat ik gedaan heb. Dit, jongens en meisjes, dit is Lamborghini. En het is mijn nieuwe kindje. Het is een kruising tussen een Golden Retriever en een Labrador. Het is een mannetje van 7 weken oud. Vandaag precies 7 weken. En hij is zo schattig. Hij is net bij mij thuis, dus hij is nog op ontdekkingsreis. En de winkel die gaat pas om 1 uur open. Dat is wel een beetje jammer. Want ik moet nog allemaal spulletjes voor hem halen. Zoals dus een hondenriem en een halsband en zo. Dus dat was niet echt over nagedacht. Hey, zit niet te buiten in mijn kleed. Dat mag niet. Dat leren we je gelijk even uit.
Maar hij is lekker nieuwsgierig. Hij is de boel aan het ontdekken. En hij heeft net ook al zijn eerste plasje hier binnen gedaan. Wat dus ook goed is. Voor eventjes, voor een keertje. Maar goed, ik ga dus straks allemaal puppypads en alles halen voor hem. En dan hoop ik dat hij hier zich snel thuis voelt. En dat de oude hier er snel aan gewend is. Oké, dit gebeurt er dus. Ik zat Police Academy te kijken. En mijn hondje die gaat dus op het kleed zitten. En dan gaat hij naar de tv zitten staren. Omdat er allemaal rare geluidjes zijn. Echt te schattig geworden. En nu zit hij weer te proberen te eten. Wat te drinken. En hij heeft net heel lang geslapen. En even geplast. En hij heeft echt ontzettende kriebeltjes elke keer. Maar hij heeft geen vlooitjes. Dus ik denk dat ik morgen even moet kijken wat er aan de hand is met hem. En die dozen ook zoiets. Dat, ja, hij is er nu nieuwsgierig naar. Hij was er vanochtend nog een beetje bang voor. Maar die doos valt zo. Dus dan wordt hij een beetje bang. En dus zo dus. En ik probeer hem zo meteen eventjes hier op te zetten. Omdat als ik zie dat hij moet poepen of zo. Dat ik hem meteen hier naartoe breng. Niet omdat... Zeg maar, ik wil hem leren dat hij buiten zijn behoeftes doet. Maar ja, het is handig dat hij begrijpt dat als hij binnen moet, dat hij het... Daarop doet ze het maar zeggen, niet op mijn kleed of zo. Maar goed, ik ga hem eventjes verder in de gaten houden. Hij heeft weer de dolle 5 minuten, dus hij is weer echt goed wakker. Oké, hij heeft de hele dag echt al bijtbehoeftes. En ik had deze ring voor hem gekocht, zodat hij daar lekker zijn tandjes in kon zetten. En de hele dag negeert hij die ring al. Maar net kreeg hij weer zijn speeltijd en zat hij weer in mijn schoenen te bijten en te doen. En elke keer als hij in mij bijt of in mijn schoenen, dan pakte ik die ring en dan duwde ik die in zijn mond. Dat klinkt een beetje raar, maar dat deed ik. En nu zit hij dus lekker te knagen en te kauwen op zijn bijtring. Dus ja, tip voor jullie. Mocht je een puppy hebben die je graag overal in bijt. Dat was een tip die ik van mijn vriendin kreeg. Geef hem dan gewoon zijn kauwspeeltje meteen in zijn mond. En dan begrijpt hij dat hij daarop moet bijten. En dan gaat hij daar dus mee spelen en aan mij geven schijnbaar. Doen. Dan, ja, zo leren we hem langzaamaan wat dingetjes aan. Nou, het is inmiddels avond geworden. Ik heb mijn pruik afgedaan. Het is nu 10:55 s'avonds. Ik ben echt helemaal brak en gaar. Sorry trouwens voor het licht. Ik heb de tv aanstaan en de lamp. De lamp geeft niet zoveel licht af, de tv wel. En ik praat een klein beetje zachtjes, omdat Lambertini lekker ligt te slapen in zijn hokje. Hij was net eventjes wakker geworden. En toen heb ik hem even laten plassen. Dat ging hartstikke goed buiten weer. En toen kwam hij binnen en toen moest hij echt eten en drinken. En ja, hij stinkt wel echt. Hij stinkt echt naar puppy, maar dat maakt helemaal niet uit, weet je. Dus, dat hoort er gewoon bij en die geur verdwijnt ook wel. Ik heb ook shampoo gehaald, dus... Als hij straks een beetje gewend is, ergens over 2 weekjes of zo, dan ga ik eens kijken of ik hem kan wassen. Maar goed, hij slaapt nu lekker. Hij was net even uit zijn bench toen hij wakker was. En hij wilde zo graag spelen. Dus ik dacht, dan ga ik met hem spelen. Dan zit hij de hit overal in te happen. Dus wat ik deed, is wat ik jullie heb laten zien, is zijn bijtring aanbieden. En daar hapte hij wel in. En op een gegeven moment zat hij echt op die bijtring te kauwen en... Nam hij die bijtring ook echt met zich mee de hele tijd. Echt super lief. En toen kwam hij bij me zitten. En toen legde hij zijn koppie op mijn benen. En echt, ook al heb ik hem pas een paar uurtjes in principe. Toch weet ik wel dat dat betekent dat hij gewoon nog moe is. En dat hij graag bij me slaapt. Dus toen heb ik gewacht tot hij echt helemaal in slaap gevallen is. Dus ik heb hem geaaid totdat hij sliep. En toen heb ik hem opgetild en in zijn bench gelegd. En nu ligt hij in zijn bench. Lekker te slapen. Hartstikke rustig. Echt, vanmiddag was hij nog als dood voor die bench. Echt, vond hij helemaal niks. En nu gewoon zo lief. Ligt hij er gewoon lekker in te slapen. Gewoon met de deur dicht ook. Dus ik heb me ook even om kunnen kleden. Even een pyjama aan kunnen trekken.
En ik hoop eigenlijk dat hij straks tegen 1 uur of 12 nog even wakker wordt. Dan kan ik nog even een plasje laten doen. En dan ga ik ook even lekker naar bed toe. En dan sta ik morgen. Het is de bedoeling om 6:30 op te staan. Ik weet, het is echt mega vroeg. Maar ja, ik wil graag een ritme voor hem krijgen. En aangezien Simon om 5:30 opstaat, lijkt me dat het verstandigst om ook te doen. Dat hij niet nog eeuwigheid op mij hoeft te wachten. Maar goed, ik ga nog eventjes lekker tv kijken. En wachten tot hij weer wakker is. Dan ga ik me even een plasje en hopelijk ook een poepje laten doen. En dan ga ik ook lekker naar bed toe. Dus bij deze sluit ik de vlog voor vandaag af. En dan zeg ik alvast wel welterusten en tot snel.